Goedenavond, misdaadverslaggever Peter R. de Vries is rond 19:30 vanavond in Amsterdam neergeschoten. Hij is zwaar gewond geraakt en ligt nu in het ziekenhuis. Hij liep door de lange Leidse dwarsstraat naar een parkeergarage. Kort daarvoor had hij de studio verlaten op het Leidseplein na een uitzending van RTL Boulevard. En bronnen in advocatenkringen zeggen tegen de NOS dat er 5 schoten zijn gelost. En die bronnen melden ook dat Peter R. de Vries in het hoofd is geraakt. De vermoedelijke schutter die vluchtte. De politie ging in de omgeving op zoek naar een lichtgetinte man met een tenger postuur. En verschillende panden ook in de omgeving van het Leidseplein werden vanavond daarbij onderzocht en doorzocht. Peter R. de Vries, hij vecht voor zijn leven op dit moment. Dat zei de burgemeester van Amsterdam vanavond op een persconferentie. Er zijn tot nu toe 3 verdachten aangehouden. Dames en heren, zoals u weet is vanavond Peter R. de Vries neergeschoten in de Lange Leidse dwarsstraat. Op dit moment weten we alleen dat hij zwaar gewond is en vecht voor zijn leven. Meer kan ik u nu niet melden. Ons hart en ons medeleven gaat uit naar zijn gezin, zijn familie en zijn vrienden. Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Een zeldzaam moedige journalist, onvermoeibaar op zoek naar gerechtigheid, volstrekt onafhankelijk en vrij van geest. Hij komt op voor mensen in nood, voor de ouders van een vermoord kind of mensen die ten onrechte zijn veroordeeld. Hij houdt de opsporingsinstanties scherp en daarmee de rechtsstaat op koers. Hij is nog lang niet klaar. Vandaag blijkt de gerechtigheid ook in ons land ver te zoeken. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd. We zijn direct een groot onderzoek opgestart en aan de hand van getuigen en informatie van omstanders hebben we zicht gekregen op een mogelijke vluchtauto. Die vluchtauto is op de A4 ter hoogte van Leidschendam staande gehouden en daarbij zijn ook 2 verdachten aangehouden. Wij denken dat hier ook een mogelijke schutter bij zit. Een derde verdachte is aangehouden op een andere locatie in Amsterdam en zijn rol wordt nog onderzocht. Bijzonder schokkend wat vanavond heeft plaatsgevonden in het centrum van onze stad. Het laat zien dat de criminaliteit verhardt en dat sommige criminelen nergens voor terugdeinzen. Samen met de politie zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken voor de rechter komen. Er is een team grootschalig opsporing opgestart. Dat is de hoogste gradatie in het opsporingsonderzoek. 2 officieren van mijn parket leiden dat onderzoek. Ik begrijp dat u veel vragen zult hebben over beveiliging van de heer De Vries. U weet dat wij daar in de regel geen mededelingen over doen. Ik kan dat nu ook niet doen. Dit alles heeft vanavond plaatsgevonden na een uitzending van RTL Boulevard. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de veiligheid rondom dit programma in gevaar is. Amsterdamse hoofdofficier van Justitie eerder vanavond in de persconferentie, waar jij ook bij was, verslaggever Joris van Poppel, Peter R. de Vries, hij vecht voor zijn leven. Zeker, dat klopt. Dat zei de burgemeester van Amsterdam. Hij vecht voor zijn leven. Hij is zwaar gewond. Vanavond om 19:30 is hij dus neergeschoten. Wat mij opviel is dat de politie eigenlijk vrij snel die verdachte in het vizier had en ze toch vrij snel heeft weten op te pakken. De verdachten zijn gevlucht, richting Den Haag gereden, op de A4, klem gereden. En daar zijn in ieder geval 2 van de 3 die zijn daar gearresteerd. Of het moordwapen daar ook in die auto lag, dat wil de politie niks over zeggen. Maar ze zeggen wel dat de vermoedelijke schutter dus ook in die auto lag. Volle onderzoek, hè? Volle gang is dat onderzoek. Daar vertelden ze niet zo vreselijk veel over. Hè? Er werd ook gevraagd naar camerabeelden en dergelijke. Ja, precies. Er zijn natuurlijk heel veel camerabeelden. Het is een heel drukke buurt, een uitgaansbuurt. Een buurt waar heel veel camera's hangen. En dat is waarschijnlijk ook de reden waardoor de politie de verdachte zo snel
doorgehad en zo snel kon volgen welke kant ze op ze opvluchten. Dat is natuurlijk een groot onderzoek wat nog loopt. De politie vertelde dat normaal begint zo'n onderzoek heel breed. Er worden alle mogelijke verdachten, mogelijke hoeken van het onderzoek worden zo breed mogelijk uitgezet. Dat was nu anders, zei de politie. Ze hadden nu al vrij snel die verdachten op het oog, vrij snel gearresteerd. En daardoor weten ze specifieker wat de achtergrond hiervan is. Daar wilden ze niet heel veel over vertellen, over die achtergrond. Behalve dat het OM zei dat de criminaliteit verhardt, dat het dit laat zien. Dat criminelen nergens voor terugdeinzen. Dus ja, je kunt ervan uitgaan dat dit uit de criminele hoek kwam natuurlijk. Ja, dankjewel Joris in Amsterdam. Eens kijken naar die beelden van de arrestatie van die verdachten. Die werden dus aangehouden op de snelweg A4. En dat is dan de vermoedelijke vluchtauto bij Leidschendam is dat. In totaal zijn nu dus 3 mensen aangehouden. De mogelijke schutter zit daarbij, zei de politie ook. De derde arrestatie was in Amsterdam-Oost vanavond. En dat is gebeurd op basis van een signalement dat is verspreid. Het Koningshuis laat op Facebook weten dat ze diep geschokt zijn over het bericht dat journalist Peter R. de Vries is neergeschoten. Journalisten moeten onbedreigd en vrij hun werk, hun belangrijke werk kunnen doen. We voelen ons verbonden met iedereen die zich inzet voor de vrije pers in onze rechtsstaat. Aldus koning Willem-Alexander en koningin Maxima vanavond in reactie op de aanslag op Peter R. de Vries op internet. In Den Haag, daar zijn ook reacties. Verslaggever Arjan Noorlander. Veel reacties en vooral ook veel politieke vragen, want hoe kon dit gebeuren? Waren hier aanwijzingen voor en werd Peter R. de Vries beschermd? En zijn er nu mogelijk meer mensen in gevaar? Andere misdaadjournalisten, advocaten, andere Nederlanders. Allemaal vragen die de komende periode gesteld moeten worden. En die ook gesteld werden door demissionair minister van Justitie Vert Grapperhaus en demissionair premier Mark Rutte. Die vanavond lange tijd hebben gezeten bij de coördinator terrorismebestrijding en veiligheid in Den Haag om te praten over de situatie en om ook te kijken of er antwoorden konden komen op die vragen. Die antwoorden konden ze na die bijeenkomst, toen ze de pers te woord stonden, nog niet echt geven. En dus was die eerste reactie van deze twee bewindspersonen vooral een uiting van emotie. De aanslag op Peter R. de Vries vanavond in Amsterdam is schokkend en niet te bevatten. Een aanslag op een moedige journalist. En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek, die zo wezenlijk is voor onze democratie, voor onze rechtsstaat, voor onze samenleving. De vrije journalistiek waarvan Peter R. de Vries bij uitstek een vertegenwoordiger is. Er is vanavond een buitengewone journalist neergeschoten. Een moedig en kritisch man. En dat is een zwarte dag. Niet alleen voor al die mensen voor wie Peter R. de Vries naast en dierbaar was of die hem kende, maar ook voor onze persvrijheid. Nederland is een land waar we echt gewoon altijd willen dat journalisten in alle vrijheid elk onderzoek kunnen doen wat gedaan moet worden. En die vrijheid is vanavond hevig aangetast. Een reactie van het demissionaire kabinet. Arjan Noorlander, de Tweede Kamer, daar hebben ook leden gereageerd. Zeker, en ook vooral emotionele ruzie. Steun aan Peter R. de Vries en zijn gevecht voor zijn eigen leven. Steun aan de mensen om hem heen, want daar zijn natuurlijk ook veel vragen. Maar dat is misschien vanavond politiek nog niet heel erg relevant. En dus zag je vooral ook daar de uitspraak van steun. En je merkte ook dat in het debat vanavond, waar het eigenlijk over iets heel anders ging, over de voorjaarsnota, de begroting voor de komende periode. Ja, toen dit nieuws het Binnenhof bereikte, was ineens dat debat niet meer het belangrijkste. Dank u wel, voorzitter. Ik wil heel even vanaf hier stilstaan bij het feit dat Peter R. de Vries is neergeschoten. Ik vind het echt afgrijzelijk dat in dit land, nadat er eerst een advocaat is neergeschoten, nu een journalist wordt neergeschoten. Verdere details ken en weet ik niet. Maar ik vind wel, jullie merken het ook waarschijnlijk aan, maar ik vind het echt onwijs slecht nieuws gewoon voor ons land. Ja, ik wil me bij uw woorden helemaal aansluiten. En ik denk de minister ook. Ja.
Wat wij nu zien, wat wij nu weten, schokt ons alle denk ik zeer. Maakt velen denk ik ook ongelooflijk boos. Want dit is, en ik herhaal dat, echt een aanslag op de journalistiek en daarmee op de rechtsstaat. En raakt ons dus allen in het hart. Nou ja, geschokt natuurlijk hier niet. Ja, het is om stil van te worden. Dat doet me wel denken aan de eerdere beelden die we van Pim Fortuyn hebben gezien. Het is een aanslag op onze vrije samenleving. Natuurlijk onmiddellijk een flashback naar Pim Fortuyn. Maar recenter naar Dirk Wiersum, de advocaat die is doodgeschoten. En vooral dat laatste, ik denk dat je het ook echt in die hoek moet zoeken, dat het een aanval is vanuit de onderwereld op die vrije samenleving. En ja, dat is echt hartverscheurend, dat is afschuwelijk en kwaadmakend ook. En van Den Haag tot de Tweede Kamer naar de plek waar het vanavond gebeurde, Gerry Eikhoff, de Lange Leidse Dwarsstraat. Zijn ze daar nog bezig met het politieonderzoek bijvoorbeeld? Nee, Jeroen, voor zover ik kan zien, niet. De omgeving is urenlang afgezet geweest. We hebben politie hier ook zien opereren. Af en toe renden ze door de straat, soms in kogelwerende vesten. We hebben ze panden zien binnengaan. Maar inmiddels is de hele omgeving weer vrijgegeven. En je moet je voorstellen, ik sta hier in de Lange Leidse Dwarsstraat. Aan de andere kant van dit huizenblok is het Leidseplein, waar die studio van RTL Boulevard is. En hier is de garage waar het gebeurd is. Misschien kun je het zien. Er liggen daar een paar bloemen en ook een kaarsje dat ja, een beetje flakkert. Dus mensen hebben hier al een soort van eerbetoon aan Peter R. de Vries gebracht. Maar het is hier nu verder rustig. Eerder vanavond, toen de omgeving nog was afgezet, verzamelden zich bij die afzettingslinten wel heel veel voorbijgangers. Sommige nieuwsgierigen, maar toch ook wel mensen die echt heel erg geschokt waren. We hebben enkele gesproken, bijvoorbeeld een rechtenstudent en bijvoorbeeld ook een wat oude buurtbewoonster. Ja, ik ben heel erg geschrokken. En ik denk, ja, toch een soort van aanval op ons allemaal, hoe ik het een beetje ervaar. En ik heb toevallig vorige week Onno de Jong geïnterviewd, de advocaat van de kroongetuigen. En dat is natuurlijk een collega van Peter R. de Vries. Dus daarom raakt het me nog meer, omdat ik gewoon denk van ja, die mensen ze hebben echt geen grenzen. Ze kennen geen grenzen. Ze zijn echt bereid om verre stappen te ondernemen, om mensen gewoon, de mond dood te maken eigenlijk. Ik ben een beetje in shock, moet ik eerlijk zeggen. Echt ontdaan. Ik vind het zo vreselijk. Ja, dat dit gebeurt in deze stad. En dat de onderwereld zo'n greep op deze stad krijgt. Op deze manier. Dat vind ik echt vreselijk. En voor hem persoonlijk ook. Tuurlijk, die man doet gewoon zijn werk. En dat doet hij heel goed. En nou, het moet niet op deze manier afgestraft worden. U zei er straks, het is een kutstad geworden. Nou, dat vind ik wel, ja. Op dit soort momenten, ja, ik bedoel, ik hou van die stad hoor. Door dik en dun. Maar dit is echt een dieptepunt. Ja, ja. Ja, en uit het feit dat intussen de straten zijn vrijgegeven, mag je afleiden dat het onderzoek hier vooralsnog is afgerond. Maar dat zal ongetwijfeld weer verder gaan, waarbij de politie zijn hoop toch heeft gevestigd op deze straat, namelijk op ooggetuigen, buurtbewoners, voorbijgangers en, je hoorde het al eerder, op de vele camera's die hier hangen. Ja, dankjewel Gerry. In de Lange Leidse Dwarsstraat door naar de redactie, Lietwien Gijvers. Jij kent hem goed, hè? Wat weet jij bijvoorbeeld over zijn beveiliging? Nou, als hij beveiligd werd, dan was dat in ieder geval niet zichtbaar. Ik ben een paar weken geleden nog bij hem op kantoor geweest in Amsterdam Zuidoost voor een interview over Nabil B., de kroongetuige in het grote Marengo-proces. Daar was hij woordvoerder van. En toen heb ik eigenlijk niks gemerkt van extra beveiliging. Ik moest wel aanbellen voordat ik binnen mocht, maar ja, dat is vrij normaal. En ik zie hem heel vaak bij rechtszaken, ook bij dat Marengo-proces. En ik ben niet de enige, ook collega-journalisten van mij, die zeggen ook allemaal, ja, je ziet het niet als hij beveiligd wordt. We merken er niets van. Van hem is ook wel bekend dat hij eigenlijk min of meer wars is van beveiliging. Hij komt altijd heel onbevreesd over. Hij ziet zijn werk echt als een missie. En ja, daar hoort bedreiging vanuit de onderwereld nou eenmaal bij. Zo kijkt hij er een beetje tegenaan. Hij is niet van zins ergens snel voor terug te deinzen. En hij is bereid om grote risico's te nemen. En dat zegt ook Thomas Bruning.
Hij is voorzitter van de journalistenvakbond NVJ. Als vertegenwoordiger van de beroepsgroep voelen wij ons in ons hart getroffen. Want Peter is toch eerst en vooral gewoon een hele goede misdaadsjournalist die heel veel heeft betekend voor het vak. En dat betekent gewoon dat vandaag voor de studio van Boulevard neergeschoten. Het is onvoorstelbaar. Heeft u wel eens met hem gesproken of de NVJ over zijn veiligheid, bedreigingen? Ja, zeker. Omdat we natuurlijk juist misdaadsjournalisten ook echt precies de groep is waar we het meest voor vreesden dat dit ooit zou kunnen gebeuren. Hij zei toen dat hij het waardeerde, dat wij onze zorgen maakten, en ook, maar dat hij daar eigenlijk zelf wel voor zou zorgen. Vanavond is gebleken dat dat dus niet genoeg is geweest. Reacties naar aanleiding van de aanslag op Peter R. de Vries. Hij vecht voor zijn leven, zwaar gewond in het ziekenhuis. Dan de reactie van advocaat Geert-Jan Knoops. Hij heeft in een aantal geruchtmakende zaken samengewerkt met Peter R. de Vries. Ik heb hem leren kennen in de Puttense moordzaak. Hij is op een avond met de twee van Putten bij ons gekomen. En dat gesprek is heel indrukwekkend geweest. En we hebben daarna 4 jaar met hem samen opgetrokken om die zaak tot een goed einde te brengen. En de werkwijze en de inzet om te zorgen voor gerechtigheid, dat heeft enorme indruk op ons gemaakt. Ik ken hem zelf al ruim 30 jaar, dus wel iets voordat ik Carrie leerde kennen en Carrie Peter. En we hebben hele bijzondere zaken met elkaar meegemaakt, maar wat altijd heel belangrijk voor Peter is geweest, is zijn enorme drive voor rechtvaardigheid. En wat Carrie net al zei in die Puttense moordzaak, dat was ook voor hem de kroon op zijn werk. En dat was echt een historisch moment. En ja, dat is een zaak die je met elkaar beleeft. Niet alleen met Peter, maar ook met oud-hofcommissaris Jan Blauw. En dat heeft ook in Nederland natuurlijk een grote betekenis gehad. De eerste grote gerechtelijke dwaling die werd blootgelegd, met name door de vasthoudendheid van Peter. Heeft u enig idee uit welke hoek dit kan komen? Nou, ik denk dat het nu heel gevaarlijk is en ook niet op zijn plaats om nu te gaan speculeren. Maar we kunnen denk ik wel zeggen, als het zaaksgerelateerd is, deze aanslag op Peter, dan is het ook een aanslag op de vrijheid van het woord, de vrijheid van journalistiek, naast natuurlijk de vrijheid van advocatuur. En dat zijn wel de pijlers in onze rechtsstaat. En dus als het uiteindelijk zaaksgerelateerd zou zijn, daar moeten we dus heel voorzichtig mee zijn, ja, dan is wederom toch een belangrijke pijler in onze rechtsstaat in gevaar gekomen. We hebben een kort overzicht gemaakt van het werk van Peter R. de Vries. Hij is onbetwist de allerbekendste misdaadverslaggever van Nederland. Peter Rudolf de Vries, oftewel Peter R. Hij maakte in de jaren 80 naam als misdaadverslaggever bij de Telegraaf met zijn primeurs over de Heineken-ontvoering. Later kwam het eigen tv-programma. En vanavond voor de 36e keer aandacht besteed aan de Puttense moordzaak. Die vanmiddag eindelijk de doorbraak kreeg waar we al die jaren voor gepleit hebben. De Vries gaat door waar andere journalisten afhaken. Hij neemt het op voor de slachtoffers en nabestaanden. Ouders hebben recht op duidelijkheid. Hoe erg, hoe confronterend deze ook is. Hij onderzoekt en neemt stelling. Zorgt ervoor dat cold cases niet vergeten worden. Bijvoorbeeld als vertrouwenspersoon en woordvoerder van de nabestaanden van Nicky Verstappen. Wat uiteindelijk leidt tot de aanhouding van Jos B. De familie is bereid om een korte toelichting te geven op het vonnis van de rechtbank van vanmiddag. Hé, daar hebben we hem. Hé, kerel. Na al die jaren. Dan zie ik je een keer. Hè? Laffe hond. Nee, de vallokken van je maffiavriendjes. Laffe hond. De Vries had het regelmatig aan de stok met de mensen over wie hij publiceerde. Zoals hier in 2007 met Steve Brown. Ook was de Vries betrokken bij het megaproces tegen Willem Holleder. Hij bracht in 2013 Holleders zussen Astrid en Sonja in het diepste geheim in contact met justitie. Omdat ze een belastende verklaring tegen hun broer wilden afleggen. Het afgelopen jaar manifesteerde de Vries zich als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces tegen de groep rond Ridouan Taghi. Goedemorgen. Sindsdien werd de Vries beveiligd. Al is niet precies duidelijk hoe intensief die beveiliging was. We sluiten dit NOS-journaal af met het weerbericht. Veel bewolking was er vandaag en hoe wordt dat morgen?
We starten de dag met veel zon. In de loop van de ochtend ontstaan wat stapelwolken en liggen de temperaturen op een graad of 17. In de middag komt daar wel wat bij. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 24 in het zuidoosten. De stapelwolken groeien ook wat verder en verspreid over het land kan een enkele bui tot ontwikkeling komen. Geen droge dag dus, maar het grootste deel van de dag is dat wel. Met de wind matig uit het zuidwesten, zo tegen de avond langzaam afnemend. Kijken we dan verder vooruit, dan hebben we donderdag een wat grotere kans op buien, 22 graden. Vrijdag is waarschijnlijk weer droog. In het weekend een enkele bui, maar de zon doet ook mee en de temperatuur blijft boven de 20 graden. Tot zover dit Later NOS Journaal. Morgenochtend zijn we er weer vanaf 6:30 op NPO 1. En volg het laatste nieuws in de tussentijd op nos.nl en in onze NOS-app. Welterusten.